Hallo iedereen. Laten we er eens in vliegen en kijken wat dat er gaande is met de mannelijke energie. Is dat 1? Five of Flames. Yes, dacht ik al. Kort samengevat, is uitgeput omdat heel veel dingen, zoals dat we weten, in het materiële aan het in elkaar aan het vallen zijn. Dus ze proberen daar vanuit die nieuwe energie meer stabiliteit te krijgen in de materie. Maar ze zijn er nog niet succesvol in. En dus proberen ze dingen uit te zoeken met hun ogen, met ogen, met hun gedachten. En daarin leidt eigenlijk, of krijgen ze ook leiding van hun hoger zelf, van hun team. En dus ook daarin zitten ze in die transitie, maar zitten eigenlijk al wat verder. Dus ze zijn er eigenlijk bijna doorheen. Dus de grootste, lastigste stukken zijn eigenlijk de afgelopen weken gekomen. Maar dat is het schema dat we zien hier en met die Five of Flames, de Seeker of Crystals. Je ziet ook die vrouwelijke energie, dus ze proberen het vanuit de meer hun eigen intuïtie vanuit hun eigen leiding te doen. Want het puur vanuit de mannelijke energie doen lukt niet meer. Zijn ze uitgeput, maakt ze moe. Hun eigen vlam is uitgedoofd. Dus daarom zoeken ze naar een nieuwe vlam. Wat dat eigenlijk hun innerlijke vrouwelijke energie is, maar ook de vrouwelijke energie en de connectie. En dat gaat uiteindelijk dan hem brengen in die onafhankelijkheid, waarin dat ze eigenlijk alles zou kunnen vormgeven en neerzetten wat ze willen. Maar dat is het nu nog niet. Dus ze zien zeker nu nog die vruchten niet van hun werk. Waardoor dat ze eigenlijk zo wat wankel staan. Dus dan, en ze proberen het dus inderdaad nog altijd een stukje terug te weer al de dingen te verklaren en een stukje vanuit controle en vanuit die logische verstand, dat logische verklaren te gaan doen, maar dat lukt dus niet meer. En dat wordt ook niet toegelaten, hoor ik. Dus dat wordt van een team ook niet toegelaten. Dus, oké, dat begreep ik. Dus afgelopen week ga je misschien als vrouwelijke energie ook heel veel verwarring ervaren hebben. En eigenlijk was dat een stukje die ook voortkwam van die mannelijke energie. Dus dat je eigenlijk vanuit je mannelijke energie dat ervaren hebt. Of je eigen mannelijke energie, of in een connectie met je mannelijke energie. Wat hebben we hier? King of Cups, Four of Wands, omgekeerd, de toren omgekeerd. Oké, wacht, we hebben hem omgekeerd. Ja, zo. En dan nog een rijtje. En nog twee. Dat is nog te veel. Two of Wands. Oké. Wat dat goed is, wat dat zou betekenen dat zij, de mannelijke energieën, veel dichter bij die eenheid aankomen. Nog één kaart, alsjeblieft. Dan kunnen we het volledige verhaal afmaken. Oké, moest ik eventjes mijn video stopzetten, want ik kreeg een belangrijke telefoon. Ik heb ondertussen de laatste kaart. En dan hebben we hier de onderkant de doodkaart met. Wacht hè. Oké, ja. Dus ik ga al diegenen nemen dat we belangrijk zijn om te tonen. De Five of Swords, de doodkaart, de King of Wands, de Page of Swords en dan de Chariot, dus eigenlijk de succeskaart omgekeerd. Dus wat dat eigenlijk wil zeggen, dat de succes in het proces zit. Dat zit erin gevat. Dat gaat de richting, wat ik ook gezien heb, eerst eenheid in zichzelf en dan uiteindelijk eenheid in de connectie. Maar dat zeggen ze dus nog niet, omdat ze eigenlijk nog een stukje het gevoel hebben dat ze vastzitten. Dus die mind speelt hem nog te veel parten. Waardoor dat ze nog niet volledig in hun eigen magiërsrol, dus in hun eigen co-creatorsrol kunnen gaan stappen. Maar. Ik ga even. Ik ben aan het sukkelen met de draad van mijn microfoon. Maar wat is dus? Ze willen dus eigenlijk die eenheid met de vrouwelijke energie. Dus ze willen die
Dus die liefde, de geborgenheid, de veiligheid, dat is het gevoel dat we in de connectie dat willen zijn. Maar die is er niet volledig zoals dat ze willen. En dat zorgt ervoor, doordat ze eigenlijk inderdaad nog veel te veel in dat logische verstand zitten, dat het universum heeft voor gezorgd dat heel veel dingen in de materiële wereld gewoon ineen storten. En dat maakt dus dat wat ze dachten dat ze bezig waren met een stabiliteit en financieel goed leven te gaan vormgeven, gaan zelfs heel veel mannelijke energieën merken dat heel veel dingen gewoon weggenomen worden. Door overheidsinstanties, door boetes, door alimentaties van dingen, door allerlei officiële instanties, maar ook gewoon door faillissementen van bedrijven, hoor ik onder andere. Dus het kan zijn dat bij heel veel mensen ook een mannelijke energie in hun werk gaan verliezen. Waarom? Omdat ze in een missie moeten gaan stappen. En ze moeten dus in die King of Cups stappen. Ze moeten in die eigen vrouwelijke energie stappen, daar mee verbinden. Waarom? Omdat ze op die manier, dat is de enige manier waarop dat ze eigenlijk individueel succes voor zichzelf kunnen gaan creëren. Dus je weet wel, die kaart hier, dat heeft ook daarmee te maken. Dus zolang dat ze niet die verbinding in zichzelf, want dat zien we ook verder hier met de Two of Wands, zolang dat ze dat niet doen, dat ze die verbinding niet met hun eigen vrouwelijke energie maken, gaan ze constant hartzeer en gaan ze constant ontgoocheling en hartzeer, verdriet, bitternis, al die lachten en die emoties ervaren wanneer dat ze gewoon kijken naar hun buitenwereld. En daarom is ik de Queen of Pentacles omgekeerd. Waarom? Dat is de reden waarom dat ze bijvoorbeeld op dit moment ook niet die verbinding mogen aangaan, of zoals dan in vorige video's ook gehoord hebt, met hun vrouwelijke energie in de connectie. Want de vrouwelijke energie is wel al in die Queen of Pentacles, is wel al meester meer en meer van haar wereld. En dus de mannelijke energie moet dan ook eigenlijk een stukje gaan bijbenen. En daarom ligt ook de wereld ondersteboven. Dus ze weten eigenlijk niet goed wat dat er gaande is, hoe dat ze het moeten gaan doen. Maar eigenlijk hoort dat allemaal tot het grote proces. Het grote proces waarin dat ze in eenheid meer en meer komen in zichzelf. En dus tegelijkertijd een einde is van al de lasten, al de zorgen, al de burdens, al de pijnen en schaduwen. Eigenlijk de dingen waar ze altijd geprobeerd hebben tegen te houden. En vanuit een logische verstand proberen te verklaren en te beïnvloeden. Dus dat wordt niet meer toegelaten. Dat is trouwens ook de reden waarom dat we die grotere collectieve crisis zien op collectief vlak, op maatschappelijk vlak, op wereldvlak eigenlijk. De oude structuren proberen het nog te gaan doen, proberen nog dingen te gaan controleren, maar dat gaat niet meer werken. Dus geef daar ook niet te veel energie aan. Laat het gewoon voorbij. Zie het, merk het op, maar laat het niet de keuzes die je maakt jou gaan beïnvloeden. Wat krijgen we? Ears Wide Open en Earth Magic. Ja, dus hetgeen wat ik hierbij hoor, is dat eigenlijk de mannelijke energieën gesteund en geleid worden door hun team. Zeker als vrouwelijke energie in een connectie, waarin dat er misschien zelfs communicatie is. Daarbij ga je ook niet altijd weten, of zelfs wanneer er geen communicatie is, ga je het zeker niet weten. Maar gaat er wel dingen zijn dat je voelt. Je gaat merken, er is iets aan de hand met mijn tweeling, er is iets aan de hand met mijn partner, maar ik kan de vinger er niet op leggen. Daarom is ook die vos er. Het lijkt alsof ze aan het liegen zijn, het lijkt alsof ze van allerlei informatie achterhouden, maar eigenlijk is dat niet zo. Ze zijn naar binnen getrokken, ze zijn eigenlijk ook... ze zijn naar binnen getrokken om angsten los te laten, om angsten los te laten om nog meer in die connectie te stappen, om nog meer in die King of Cups te stappen en dus vanuit hun eigen emoties nog veel meer daarin zelfzekerder worden, daar comfortabeler in te worden en ook de emoties van ontgoocheling, despair hoor ik, teleurstelling. Verdriet, al die dingen moeten nu eens en voor altijd naar boven komen. En dus daarin worden ze ook geleid. Dus je ziet, dat is ook de voeten die op de grond staan. Dus hun gronding wordt ook constant weer aangepast aan aan waar dat ze doorheen gaan, aan waar dat ze staan. En tegelijkertijd gaat heel dat proces, want het is een 33-kaart, dus ook weer een tweelingkaart, ook heel dat proces gaat ervoor zorgen dat ze eigenlijk de ware magie van het leven, de ware magie van werken vanuit hun energie, vanuit hun intuïtie, vanuit hun ziel,
gaan ze meer en meer gaan beginnen merken. Dus hoe meer dat ze in afstemming komen met hun innerlijke, met hun authentieke zelf, hoe meer dat ze de resultaten gaan zien. En daarom ook staat er hier ears wide open. Ears wide open. Omdat ook hun gaven, hun helderheden, dus helderhorendheid, helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid, wordt ook maar scherper en scherper. En dus gaan ze boodschappen krijgen via synchroniciteiten, via liedjes, via andere mensen die het zeggen, via wat dan ook maar is dat hun team op hun pad brengt. Zoals jij bijvoorbeeld nu deze video gevonden hebt. Dus ook zij gaan dan mensen en video's op hun pad krijgen. Dus ook daarin mag je loslaten en vertrouwen dat de dingen gebeuren die moeten gebeuren. Wat willen de draken zeggen vandaag? Oké. Okay. Ik dacht dat er nog één ging komen, er was maar één. En de draak die bij de mannelijke energie op dit moment is de royaal blauw en gouden draak. En die helpt de mannelijke energie om nog meer in hun eigen kracht te gaan staan. Dus ze versterken hun kracht zodanig dat ze eigenlijk in een divine masculine energie, dus in een geheel de mannelijke energie kunnen gaan staan, maar vanuit wijsheid. En dat is dus dan die verbinding met die vrouwelijke energie. Zodanig dat ze nog meer kunnen ontwaken in hun eigen grootsheid, in hun eigen goddelijkheid, om het zo te noemen, zonder het aan een of andere religie te hangen. En dat is een boodschap die erbij staat van, draag hoe heet je dat in het Nederlands? Jouw gewaad van kracht met trots. Dus dat de mannelijke energie eigenlijk mag erkennen wie dat ze werkelijk zijn. En dat dat ook op die manier mogen ze dat naar buiten brengen. Want veel mannen, veel mannelijke energieën, veel divine masculines zijn, doordat mensen hun krachtige energie voelden, van kleins af aan altijd, eigenlijk altijd onder de knot gehouden. Altijd proberen onder controle te houden. Dus voor die mannelijke energieën is dat nu een hele lastige om plots te gaan erkennen dat ze krachtiger zijn dan misschien de meest modale mensen. Dat ze anders zijn, dat ze specialer zijn. Dat ze iets in zich hebben die anderen dan weer vooruit kan helpen. En dus dat heeft ook weer te maken met die zelfwaarde en die conditioneringen. Dat ze altijd maar meer en meer en meer en meer aan het loslaten zijn. Dus, wat krijgen we? Welke vlammen kunnen we mee samenwerken? Paars en Michiel en transmutatie. Aards en Garantiel en intuïtie. Dus ze worden meer en meer verbonden met hun intuïtie. En gratitude. Maar gratitude lag ondersteboven. En meestal doe ik dat niet met deze kaart, maar ik voel dat hier wel een boodschap in zat. In die zin dat ze door het feit dat ze niet die vruchten zien in het materiële, dat ze eigenlijk een andere invulling van dankbaarheid moeten gaan vinden. Dan moeten ze leren dankbaar te zijn, niet voor die Porsche Cayenne onder hun gat, maar voor de zon die opkomt, voor de regenboog dat ze zien, voor de liefde dat ze ervaren via wie of wat dan ook. En dus dat gaat hen ook meer en meer helpen. En dat is aardsengel Zadkiel. Dus ik ga ze nog eens alle drie tonen. Dat is raar, dacht dat ik mijn ding aflegde, dat ja. Dus dat zijn de drie aardsengelen en de energieën, of de universele vlammen, maar dat de mannelijke energie. Dus dat betekent, jij als vrouwelijke energie kan je ook daarmee werken, dat we deze week mee kunnen samenwerken. Wil je nog meer werken of leren werken met de universele vlammen, dan is nu de ideale periode om in te stappen in het traject met de vlammen. Want vanaf volgende week dinsdag ga ik wekelijks online voor de live sessies, waarin dat we dan de verschillende vlammen bespreken, doorheen de verschillende levens, de zielslessen gaan en de verschillende fasen van de ascensie. En dat zijn er twee. Doe iets voor jezelf. Als je wacht, eindig je met niets. En dat is ook iets wat de mannelijke energie mag leren, omdat hij altijd moest werken voor anderen, moest werken binnen andere structuren, moeten ze nu leren ook voor zichzelf te kiezen en niet meer alleen maar te zorgen voor anderen. En de laatste, een nieuw begin is er altijd. Het is een kwestie van de keuze te maken. Dus kijk zeker ook naar de andere video die ik vandaag ook upload heb over hoe dat je invloed kan hebben op de zogenaamde crisis. Want dat heeft eigenlijk ook weer hiermee te maken. Het is allemaal te maken met wat dat je wil ervaren, wat dat de keuze is dat jij in je leven wilt toelaten en wat niet. Zo.
Ik ga eens kijken, want er zijn een aantal klanten die mij blijkbaar dringend nodig hebben. Ik wens je alvast een heel fantastische week. Ik hoop dat de boodschappen. Het is, de video is misschien iets korter vandaag, maar ik probeer op de meest efficiënte manier zoveel mogelijk informatie mee te geven, zodat jullie weer op weg geholpen zijn. Het is natuurlijk geen individuele reading, dat weten jullie ook. Dus haal de dingen eruit, resoneren. Vat je het niet onmiddellijk, dan is het misschien interessanter om, of als je meer helderheid wilt, om een individuele reading, een persoonlijke reading te reserveren. Daarin kan je dan je eigen vragen stellen. En geef ik ook door welke informatie dat ik doorkreeg. Dat kan je reserveren via de website. Of als je daar problemen mocht ondervinden, op een gelijk welke reden dan ook. Of je hebt geen PayPal bijvoorbeeld. Stuur me dan een mailtje via de contactpagina van de website. En dan kijken we wel voor een andere oplossing. Zo, dat was voor deze video. Ik ga nu naar de vrouwelijke energie. Doei!